dat is een combinatie van ondernemers, maar ook openbaar bestuur en onze businesspartners die één keer in een jaar bij aanvang van de zomer even lekker bij elkaar komen en lullenpotten over de business, over dingen die ons dwars zitten, maar vooral gecombineerd met gezelligheid in de vorm van haring eten of een bitterbal eten en wat biertjes en wat wijn en elkaar hele fijne zomer toewensen en vooral veel business. En de winnaar is Aris Hardeman. Dit was een grote verrassing voor mij. Dus, ze hadden me mooi in gelaten stinken. Wat betekent dit voor u? Ja, heel bijzonder. Eigenlijk een kroon op ons werk wat wij gedaan hebben op Eekhoeven. Deze meneer, er waren meer kandidaten overigens, maar deze meneer, omdat hij eigenlijk symbool staat voor ondernemen 2.0 noem ik dat. Namelijk niet alleen denken in problemen, maar vooral in uitdagingen, nieuwe dingen verkennen en vooral vanuit een plan dan vervolgens dat ook gewoon neerzetten. Mijn vrouw die is overleden helaas, maar die had MS en daardoor denk ik van ik wil wat voor de maatschappij betekenen. En toen kwam ik een keer op een zorgboerderij en dat sprak mij zo aan. Ik denk nou zoiets wil ik ook opstarten. En dat wilde ik eigenlijk heel kleinschalig doen. En dat is mislukt, want het is een hele grote zorgboerderij geworden. Je bent sociaal bezig, maar ook economisch. Dus probeer daar maar het goede evenwicht in te vinden. En daar doe ik altijd mijn best voor. Het sociale staat voorop, alleen met de achterhoofd er moet wel geld verdiend worden. Want anders kunnen we niet investeren en kunnen we niet ontwikkelen. Deze mensen die hebben zelf gezegd dat ze ongelooflijk blij zijn dat zij een bod van 65.000 euro vorige week op de visafslag, dat het hoogste bod bleek te zijn. En daarmee hebben ze gewonnen. De vis wordt duur betaald, zou je kunnen zeggen. Het is niet zo dat we 65.000 euro zijn kwijtgeraakt, want dan had ik niet meer thuis geslapen. Maar een paar duizend euro inderdaad, wat we gespendeerd hebben aan de veiling en ook het goede doel mee hebben geholpen. Maar het is toch ook een eer, dat eerste vaartje? Zeker weten. En wij doen al 27 jaar mee met de veiling. En het is voor ons natuurlijk echt super gaaf om dit als bedrijf een keer mee te maken. Hè. Mijn opa is al begonnen met bieden, mijn vader. Nou, wij hebben meegedaan met de biedingen en de veiling. En dan uiteindelijk toch met het vaartje naar huis gaan. Dat is het mooiste wat je kan overkomen als bedrijf. Ja. Veenendaal is een ondernemende gemeente waar 4000 bedrijven zitten. Met ongeveer 25.000 banen. Ongelooflijk belangrijk voor deze gemeente. En Veenendaal heeft dan ten opzichte van vergelijkbare gemeenten ook weer het ondernemerschap echt in de genen zitten. Ik begrijp dat er bestuurlijke veranderingen op stand is. Waardoor dit eigenlijk de grootste businessclub van Nederland gaat worden. Ja, door een grotere schaal heb je meer begroting en kan je meer professionele organisatie neerzetten. En dat gaat op deze manier mogelijk worden. Naast een bestuur met vrijwilligers, vooral mensen die betaald het uitvoerende werk doen. Dat is zeg maar de bestuurlijke kracht van de bedrijvenkring ondernemend Veenendaal. En ik ben heel blij dat de ondernemers in Veenendaal zo vooruitstrevend zijn dat zij ook onze doelstellingen om Veenendaal in 2035 energie-neutraal te hebben ondersteunen en daar ook gewoon echt een enorme bijdrage aan leveren. Bij de uitreiking van de zilveren haring ook uiteraard even de haring gehapt. Hoe was die? Hij was fantastisch. Ik vind hem heel lekker en de kenners, namelijk de heren van de vis, hebben aangegeven dat dit een geweldig jaar is omdat de maand mei de warmste is ooit en dat is nodig voor de allerbeste haring en die eten wij nu. Een haring groeit door plankton en plankton dat groeit weer door de zon. Als er veel zon is, krijg je veel plankton. En dat maakt dat de haring vet wordt. De haring eet zijn eigen nu dik om de paaitijd in te gaan. En hoe meer plankton er is, hoe vetter de haring wordt. En hij zit nu op 21%. Dat is gemeten door diverse instanties. En dat is echt enorm vet. En dat vet en eiwitten maken, die geven smaak aan het product. En in dit geval de haring. Vandaar dat hij zo uitzonderlijk goed is. Ik kom hier ook gewoon voor de gezelligheid. Dat mag ook gewoon. Dit is toch een trefpunt, een van zo'n trefpunten in het jaar waar heel veel ondernemers samenkomen en waar je als stadsbestuur ook weer eventjes je netwerk kunt onderhouden. Het is vooral gezelligheid.